Charlie Abtgoot, ja, de veiligheidsregio is bijeen geweest. Wat is er vandaag besproken? Ja, we komen heel frequent bijeen, de burgemeesters. We hebben met de diensten, we hebben afgesproken strak aan de lijn van het kabinet te houden. We hebben een noodverordening vastgesteld, op basis waarvan we stevig kunnen handhaven. En we hebben ook afspraken gemaakt. Aansluitend met de onderwijsinstelling en de kinderopvang. En we hopen daarmee dat we alles goed geregeld hebben. Laten we eerst even naar die kant van de handhaving kijken. Hoe gaat dat precies in zijn werk in een restaurant? Want het is pas net bekend geworden dat die restaurants eigenlijk die horeca zo snel mogelijk moeten sluiten. Om 6 uur vanavond moest dat al gebeuren. Het was pas een half uur van tevoren aangekondigd. Lopen er nu meteen handhavers en politie rond die zaken gaan sluiten? Nee, daar hebben we op zich de capaciteit niet voor. Maar we hebben wel gezegd, we gaan het wel in de gaten houden. Dat betekent dat we ze even de mogelijkheid geven om de afbouw te doen. Dus dat langzamerhand de zaken nu leeg worden. Dus iemand die zijn soep had besteld of net zijn schnitzel voor zich kreeg, die kunnen dat nog rustig opeten. Maar daarna moeten de zaken leeg raken. En dan zullen we de komende tijd ook strak controleren, zo nodig handhaven, dat ze ook leeg blijven. 3 weken dicht is 3 weken dicht. Maar strak handhaven, dan moet ik denken aan boetes. Wij zijn al begonnen met strak te handhaven met betrekking tot de feesten, de evenementen, bijeenkomsten, meer dan 100 personen. En de eerste ondernemer heeft het al gewerkt, die wilde niet luisteren. En die hebben een boete gegeven van 10.000 euro en gezegd, als we zo komen controleren, het is nog aan de gang, dan gaan we zelfs een boete opleggen tot 50.000 euro. Dus wat dat betreft, het is in belang genomen van de volksgezondheid. Anders komen er steeds meer mensen ernstig in de problemen. Dus we zitten er strak bovenop en we accepteren niet dat er wordt afgeweken. En weet u nog in welke gemeente dat was? Dat weet ik precies. En u mag zich dat nog afvragen. In 1 van de 9 dus? In 1 van de 9, ja. Dan naar de scholen. Welke concrete maatregelen zijn er nu besproken, afgesproken? Ja, we hebben afgesproken ook qua brief dat dezelfde informatie naar alle scholen gaat. We hebben bijvoorbeeld wel aanvullend afgesproken dat bijvoorbeeld er komende week informatie komt met betrekking tot de leerlingen die eindexamen moeten doen. We hebben een aanvullende afspraak in de regio gemaakt dat bijvoorbeeld de leerlingen hun boeken, andere leermiddelen de komende weken kunnen ophalen op de school. Dat ze wel door kunnen gaan. En we hebben wel gezegd dat wordt per school geregeld, dat niet iedereen tegelijk komt, want dat willen we juist niet. En met betrekking tot een aantal andere zaken komt er deze week ook nog nadere informatie. En waar moet ik dan aan denken? Ja, er zijn nog een aantal open einden, want het kabinet heeft niet alles precies kunnen regelen. We hebben wel inmiddels het lijstje erbij wat de vitale beroepen zijn. Dus kinderen van bepaalde ouders met een beroep. En dat lijstje voegen we nu ook bij alle informatie toe, althans de link, dat iedereen dat kan vinden. Heel essentieel. Dus dan hebben we het over politie, in de zorg, et cetera. Ja, daar moeten we aan denken, ja. Hoe dan nu verder? Dat is toch natuurlijk de grote vraag. Er wordt gehandhaafd, er zijn afspraken gemaakt. U kunt ook niet in uw glazen bol kijken, maar hoe gaat het verder? U zegt het goed, ik kan niet in een glazen bol kijken. Dit is in ieder geval wel heel heftig. Voor heel veel mensen is dit heel heftig. We hebben bijvoorbeeld ook best grote zorgen nu hoe dat moet met ondernemers, mensen die hun baan kwijtraken, zelfstandigen zonder personeel, die geen opdrachten meer krijgen. We vinden overigens dat daar nu hard aan gewerkt moet worden om de oplossingen voor te vinden. Maar deze maatregelen zijn genomen om te zorgen dat er qua volksgezondheid geen onnodige, onoverkomelijke problemen komen. Dus we vinden wel dat we ons strak moeten houden en ook willen houden aan datgene wat het kabinet nu heeft afgekondigd. Snapt u dat er ook wel mensen zijn die een beetje in paniek raken na al deze maatregelen? Ik denk dat we eerder in paniek zouden moeten raken als er niet steeds maatregelen worden genomen. Dus ik denk dat paniek is echt niet nodig. En ook gemeenten, wij gaan door met dienstverlening. We zullen kijken dat iemand eventueel nog zijn rijbewijs kan krijgen. Het is de planning dat gewoon het huisvuil wordt opgehaald. De levensmiddelenzaken blijven open, dus er is voldoende eten en drinken. Er is geen reden tot paniek. Er is wel reden tot grote zorgen. En die zorgen worden overigens wat minder als we ons allemaal hieraan houden. Maar we zijn er nog niet. Sluit u nog nieuwe maatregelen uit? Ik heb geen idee. Ik vind ook dat in eerste instantie is toch voor die grote maatregelen het kabinet aan zet. En wij vullen dat in de gemeente, in het onderwijs en dergelijke, vullen dat met elkaar zo goed mogelijk in.